Ja, vrienden, ik heb tegenwoordig kotzakken in huis. Ja, voor misselijkmakende televisie. Oh, en ben ik blij dat ik die zakken heb, want gisteren zit ik te kijken naar Op 1. Hebben jullie het ook gezien? Ja, en hup, voordat ik het wist, op een holletje, naar mijn kotzak doe ik kotsmisselijk weer. Ach. Daar was de Caroline, die was daar. Ja, in Op 1. En dan denk je bij jezelf, nou weet je, die mensen die gaan haar natuurlijk heel erg feliciteren. En die gaan haar een beetje leuke beelden laten zien. En die maken daar een gezellige uitzending van. En die zet daar een beetje het zonnetje. Naar een geweldige prestatie die ze geleverd heeft. Nee. Niet Op 1 hoor. Nee. D66 NPO. Nee. Die denken met zichzelf, weet je wat? We zetten daar de hele deugdclub, zitten we weer aan de tafel. Ja, want die zaten er allemaal weer. En dan gaan we eens eventjes een beetje lopen vervelen tegen de Caroline. Ja, vrienden, werkelijk. Au. En dat begon al gelijk met zo'n gozer van de Bali, de directeur. Heb je die gezien? Ene Jury of zo. En die zit daar dan zo een beetje onderuit gezakt. Een beetje met zo'n minachtende, arrogant toontje. Gaat hij daar een beetje lopen wauwelen tegen de Caroline? Nou zeg, hoe durf je, joh? Mafketel dat je bent. En dan heb je, en daar zat daar ook nog eens een keertje het mannetje Melkert. Weet je nog, die Melkert 20 jaar geleden? Helemaal weggefietst door Pim Fortuyn. Ja, die Melkert, die vond zijn carrière ergens terug op een vuilnisbelt. Weet je dat nog? Nou, en die zit daar dan, zure mannetje, ja. En die gaat daar nog een beetje achterhaald lopen vervelen over omgekeerde vlaggen. En ook maar weer zeuren tegen de Caroline. En maar een beetje afvakkelen. Het is toch werkelijk. Hoe kun je het verzinnen Op 1? En hoe durf je? En dan ook die Sven Kokkelman, die ging dan ook nog zogenaamd de kritische journalist uithangen. En die ging ook nog even een beetje van die vervelende vraagjes stellen. En toen kwam er nog een verslaggeefster, de bovenop, uit Brabant, die ook weer allerlei problemen kwam rapporteren over het provinciale bestuur daar. En ach. Wat word je toch wanhopig misselijk van het Op 1, vrienden. Het is zo geen niveau bij dat Op 1. Zo verschrikkelijk respectloos. En het woord respect, ja, dat heeft toch al ruzie met Nederland. Nou ja, in ieder geval, vrienden, één conclusie kunnen we in ieder geval wel trekken. Wat kan links toch slecht verliezen, hè?